omgaan. Wat anders nu. Geert Wilders. De Wreker. Het is het vervolg op de biografie geschreven door Meinert Venema onder de titel Geert Wilders, tovenaarsleerling. Venema is niet meer. Maar zijn pennenvrucht heeft vrucht gedragen. Geert en Waling. Wat een eer. Ja, enorm. Ja. Want jij mocht. Ja, zeker. Ik was goed bevriend met Meinert Venema. Een hele mooie man. Geweldige politicoloog, maar ook een heel mooie schrijver. Polemist. Iemand die ook het publieke debat erg heeft verrijkt met zijn bijdrage. En ik kende hem goed. Was goed bevriend met hem en met zijn vrouw, Caroline. En toen de uitslag een beetje duidelijk werd van Geert Wilders, van de PVV deze verkiezingen, toen heeft de uitgever bedacht, ja, daar moet eigenlijk een vervolg op de biografie geschreven worden. Want die liep tot 2016. In de laatste 7 jaar is er nogal wat gebeurd, ook om te verklaren waarom de PVV nu met 37 zetels in de Kamer is gekomen. Nee, maar wacht even. Dat startsignaal kwam dus na de verkiezingsuitslag voor jou. Ja. Maar ik heb begrepen dat je al klaar bent. Ja, ik heb meteen vrijgenomen van mijn werk bij Elsevier en ik heb mij volledig gestort, dag en nacht ongeveer, op de persoon. Heb jij geslapen? Ik heb amper geslapen. Nou, ik heb gelukkig sinds gisteren heb ik het ingeleverd en een beetje bijgeslapen. Gaan we dat teruglezen, dat je zo weinig hebt geslapen? Nee, ik heb ook heel veel lieve en goede meelezers gehad, dus die mij hopelijk voor de meeste fouten hebben behoed. Heb je mensen gesproken? Ja, ik heb tussendoor. Okay, ik moest tegelijkertijd schrijven en onderzoek doen, dat was wel best wel pittig. Maar ik heb inderdaad in 2 weken tijd heel veel mensen gesproken, van wie ik de meeste namen niet zal en mag noemen. Omdat er heel veel gevoeligheden rondom de PVV zijn. Het is echt een sectarische club. Mensen erin en erbuiten vrezen voor hun veiligheid als ze te veel een boekje open doen. Voor hun veiligheid? Ja, intimidaties, bedreigingen, chantage gebeurt daar. Ik zal ook geen namen noemen van wie dat doet. Dat zijn niet alle PVV'ers. Maar bedreigingen van wie? Van welke kant? Het is een secte rondom Geert Wilders. En als je er tegen bent, als je je daar tegenkeert, dan sluit het front zich hermetisch. Ik kies bewust het woord secte. Ja, het is een sectarische partij. Geen partij eigenlijk, hè? Dat is het. Het is ook geen partij. Het is, formeel is het een vereniging, maar met 1 lid, Geert Wilders. Ja. Maar er zijn wel PVV'ers. De fractie is natuurlijk een organisatie. Maar ook die wordt op een vrij autoritaire, autocratische wijze geleid door Geert Wilders. Mm-hmm. Met om hem heen een paar vazallen die voor hem de klussen uitvoeren. En leden van de fractie die eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Die ook nooit echt dicht bij Geert komen. En die daar gewoon zitten. En dat was al het geval met de fractie van, wat was het nu, 17 zetels. Laatste 2 jaar. Hoe zou het gaan in de fractie van 37 zetels? Waarvan een groot deel niet eens wist dat ze op een verkiesbare plek stonden. We hebben al het interview met meneer Boutkan gezien daarover, die er heel openhartig over was. Dat hij er eigenlijk niet op zat te wachten om naast zijn gemeenteraadzetel en zijn statenzetel ook nog deze zetel in te nemen. Maar het moet wel. Er zaten maar 45 mensen op de lijst. En er moeten misschien ook nog mensen naar een kabinet als het geformeerd gaat worden. Ik ben het met Marcel eens dat die kans erg klein is. Dat er een actief PVV-kabinet gaat komen. Maar goed, dat gaat grote problemen opleveren. Maar was het dus ook een groot probleem om toegang te krijgen tot de bronnen? Zeker. Want ja, je moet je onderzoek, je stuk. Ja. Schrijven op basis van bronnenmateriaal. Ja, en ik heb de methode Venema gehanteerd. Althans, waar het echt moeilijk werd om informatie te achterhalen, was de methode die Venema al hanteerde, was een verhaal zelf verzinnen, hoe het waarschijnlijk gegaan zou kunnen zijn. En dan mensen vragen, god, ja, je wil niet met me praten, maar misschien wil je eens even meelezen. En als ze dan zeggen, ja, dit klopt eigenlijk wel, maar hoe weet je dat? Dan zeg je, nou, dat weet ik nu van jou. Heel slim. En dat is me in 1 geval zeker gelukt. Ik zal een klein voorbeeld geven. Ik zal niet alle scoops uit mijn hoofdstuk weggeven, want dat komt pas de dagen voor kerst in de winkel. Dus dat mag niet van de uitgeverij te vroeg. Gezellig onder de kerstboom. Ja. Nou, het is echt wel spannend. Ik vond het spannend om te schrijven in ieder geval. Ik hoop dat het spannend is om te lezen. Maar 1 voorbeeld was bijvoorbeeld, ik had gehoord ergens vaag dat er in de coronatijd helemaal geen fractievergaderingen werden gehouden. Dat die gewoon opgeschort waren maandenlang. En ik dacht, de andere fracties vergaderen wel via Teams of Zoom, via digitale weg. En ik dacht, dat zal bij de PVV vast niet gebeurd zijn. Dus ik schreef het gewoon zo op. En ook geen digitale vergaderingen. En op een gegeven moment zegt iemand, ja, maar weet je dat eigenlijk? Ik zeg, nou, dat weet ik nu. Wow. Dus dat heb ik wel bevestigd gekregen. Ja, kijk, ik heb het geprobeerd journalistiek en politicologisch een beetje aan te pakken. Ik ben ook nog zelf mijn politiek historicus. Een beetje in de wetenschappelijke hoek heb ik ook. Ik heb geprobeerd alles wel echt met bronnen te dekken. Maar ja, heel veel bronnen kan ik, mondelingenbronnen kan ik niet noemen. Maar heb ik wel geprobeerd te verifiëren. En de ergste verhalen die ik heb gehoord, zal ik ook hier niet noemen. Die kan ik niet bewijzen. Er zijn ook echt wel strafrechtelijke echt heel dubieuze zaken aan de hand in de PVV-fractie. En de kringen rondom Geert Wilders, laat ik het zo zeggen. Maar ja, daarvan is het echt heel moeilijk om dat te bewijzen. En voor je het weet, heb je een smaad rechtszaak aan je broek. Ken je hem zelf? Heb je hem ontmoet? Ja, ik heb hem 2 keer ontmoet, maar niet voor dit boek. Ik heb hem wel voor de vorm via mail en sms WhatsApp uitgenodigd.
uitgenodigd om voor een gesprek, maar uiteraard niks gehoord. Dat had hij bij Venema ook al altijd al consequent afgewezen. Gewoon geen reactie, dat had ik ook niet verwacht, maar ik dacht ik moet het toch vragen. Maar als ik dit zo hoor, hè, dan vraag ik me af, is het wijs om met heel veel respect voor jouw werk, maar om dit uit te geven, als je kijkt wat de rechtszaken bijvoorbeeld en dat soort dingen in Amerika doen met Trump, het maakt hem alleen maar groter. Oh, maar waarbij ik niks wil zeggen over, als lobbyist, hè, sta ik helemaal neutraal in de politiek, maar... Nou, nee, ik zeg ook geen, even voor de duidelijkheid, ik schrijf geen strafbare feiten op van Wilders zelf, of ik hint daar ook niet op. Ik heb ook niet het gevoel dat die er per se zijn, of dat heb ik niet per se ontdekt. Het gaat wel een beetje om de sfeer in de fractie, en dan hebben we het over chantage, of intimidatie, andere praktijken, die soms misschien op het randje van het strafbare zitten, of eroverheen. Maar daar gaat het in mijn boek eigenlijk, of in mijn hoofdstuk eigenlijk niet helemaal over. Het gaat vooral over de sfeer van angst en van onderlinge afgunst. En wantrouwen die er heerst. Zijn er ook nog goede dingen te melden over Geert Wilders? Zeker. Nee, dat wil ik net zeggen. Het is ook niet per se... Nu klinkt het alsof het een verhaal is om Geert Wilders kapot te maken. Nee, het is echt een biografisch hoofdstuk waarin ik gewoon probeer te onderzoeken wat er aan de hand is rondom die man. Hoe hij dat toch doet. Dat kun je ook zeker veel respect en ontzag voor opbrengen. Hoe hij in al die jaren gestaande heeft gehouden. Met zijn beveiliging. Met al die bedreigingen. Maar ook met alle uitdagingen die er op politiek vlak liggen. Het is natuurlijk ook best wel moeilijk. En je zou kunnen zeggen dat zijn keuze om de PVV zo autoritair of zo gecentraliseerd te leiden zonder een interne partijdemocratie, dat het ook hem heeft gebracht waar hij nu is. Dat anders misschien al wel eerder aan allerlei gekakeeld en onder was gegaan. Dus daar heb ik ook geen moreel oordeel. Er zitten weinig morele oordelen in het boek. Alleen wel dat er achter de schermen toch dingen heel anders gaan dan je soms niet in het boek, denkt. Maar wat vind je zelf buiten wat in het boek? Ik denk dat ik dat ook wel echt oprecht... Ik heb een bepaalde manier enorm vanuit een democratisch perspectief enorm respect ook wel en ontzag voor wat die electoraal heeft neergezet, voor ook de vertegenwoordigende rol die hij speelt in de politiek. De mensen zich, dus blijkbaar 2,5 miljoen mensen zich door hem vertegenwoordigd voelen. Of denken dat hij hen het beste vertegenwoordigt met zijn partij. Dus daar, en hij is een enorm goede debater, dat weten we. Hij houdt echt van het parlementaire handwerk. Dat zijn ook dingen die ik ook wel beschrijf. Hij heeft denk ik ook echt wel heel veel te stellen gehad, natuurlijk met zijn met alle bedreigingen. En ook met het feitelijke cordon sanitair dat door Mark Rutte is opgeworpen, die hem na 2012 altijd uit de onderhandelingen voor de nieuwe regering heeft gehouden. Politiek commentator van het AD, Hans van Soest. Nou, dit boek ga jij sowieso lezen. Het vervolg op de biografie van Wilders. Wat is de vraag, of in ieder geval een vraag, die jij hebt, waarvan je nu zegt, daar moet in ieder geval een antwoord op komen? Nou, dat zal niet een antwoord zijn wat ik in het boek van Geert en zal kunnen terugvinden. Want het is een, denk ik, een vraag waar Geert Wilders zelf heel erg mee worstelt. Geert en beschrijft net hoe Wilders zijn partij eigenlijk heeft opgericht als eenmanslid. Ja. Je moet je voorstellen, in de tijd dat hij de PVV oprichtte, hadden we net de grote kladderen Dutch van de LPF achter de rug. Een partij die vanuit het niets ineens heel snel groot werd en gewoon volledig implodeerde. Dat wilde hij koste wat kost voorkomen. En dat is natuurlijk heel lang goed gegaan. En heel langzamerhand heeft hij de PVV uitgebreid. Hè, inmiddels zitten meegedaan in alle provinciale statenverkiezingen. Steeds meer gemeenteraden. Maar inmiddels is de PVV wel zo groot dat model eigenlijk niet meer houdbaar is. Ja. En ik denk dat hij daar wel echt hoofdbrekers over heeft. Van jeetje, hoe ga ik dit? Nou, dat en alleen al die 37-koppige fractie. Mocht hij in een kabinet willen belanden. Hij zegt dat hij premier wil worden. Maar daar geloof ik dus eerlijk gezegd niks van. Ik heb mijn column ook komende week in Elsevier erover. Dat het kabinet Wilders er niet gaat komen. Marcel hint er net ook al op. Hij kan niet eigenlijk weg uit die fractie. Want dan stort die hele fractie in. En je kunt niet vanuit het kabinet gaan regeren. Ja, hij zegt Fleur Agema gaat dat doen. Maar dat geloof je dan niet? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik weet wel zeker dat Fleur Agema niet het gezag heeft. En ook niet het vertrouwen heeft. En de positie die Wilders heeft. Want ook zij is speelbal geworden en ook onderdeel geweest van heel veel politieke spelletjes van onderling wantrouwen en elkaar vliegen afvangen. Ook ingezet door Wilders zelf om andere mensen weer hun positie te verzwakken. Ja. Er komt misschien nog wel een vervolg weer op jouw vervolg op de biografie. Ja, dit is een soort groeidiamant nu. Ja, ik neem hier het stokje van Meinert verder maar over. Het grootste deel van het boek is nog door Meinert geschreven, maar het slothoofdstuk... Gaan we zo dadelijk nog wel even over door.